Ik kom je nog wel eens opzoeken. Klootzak, vuile tyfushond. Dagelijks HD. Hey Tommy, heb je het al gehoord? Johan Derksen gaat vloggen. Ja? Ik ben benieuwd. Komt-ie, hè? Ja. Ik moet dus op mijn oude dag gaan vloggen. Vloggen heet dat. En ik kan hem zelf aan- en uitzetten. Ja. Nou, het is wel een avontuur. Binnenkort meer vlogs op dit kanaal. Maar eerst kopen we... Ja, wie eigenlijk? Ik weet het helemaal niet. Haal nou Dirk Marcellus. Nou, oké. Veel kijkers weten niet dat ik rappen kan. Maar moet je luisteren wat ik nu ga zeggen dan? Als ik nodig moet pissen, dan heb ik een hele harde straalman. Straalman. Deze boy heeft een hele harde straal. Man. Onze nieuwe aankopen, die gaan we gebruiken in ons team. En we gaan door naar het eerste potje. En ik moet zeggen, ik kom nog wel een ervoor. En nog een mooi doelpunt ook. Nou, dat vind jij wel mee. Maar hier is het Steven Berghuis, wordt flink aangepakt. En dat ziet er niet goed uit van onze stash-speler op het moment. Steven Berghuis. Zal die ooit nog uit zijn rolstoel vandaan kunnen? Oh. Nou ja, dan gaan we maar weer verder kijken naar de vlogs van Johan. Ik zet hem uit als je het niet erg vindt. Nee, je begint net met vloggen. Je kan dan niet zulke korte vlogs doen. Mongol. Vuile tyfushond. Ga je nou mij uitschelden? Mafkees. Jij draait helemaal door. Jij draait helemaal door. Ik kom je nog wel eens opzoeken. Wat? Laat je gewaarschuwd zijn, idioot. Vuile tyfushond. Tyfushond. Nou helaas, dan komt hij los. Dan maakt hij de 1-1. Kloothond. 2-1. Tyfus. Idioot. En 3-1. Tyfuszak. Kloothond. Tyfus. Idioot. Mafhond. Klootkees. Tyfuszak. Klootzak. Peggy. Ik ben nog terug te komen tot 3-2. Maar dat mag niet baten. We verliezen onze eerste wedstrijd in deze serie. Helaas, pindakjaas. En dan zijn we ook onze testspeler Owen kwijt. Dus moeten we een nieuwe spits vinden. En dat wordt Luc de Jong, want die had ik geleend. Maar we hebben iets meer flair nodig in deze serie. Niet eens qua spelers, maar voor de vrouwtjes. Hij is nog lekkerder dan vorig jaar. Bring it on, we'll kill it. Echt heel lekker dit jaar, joh. Echt heel lekker. Of niet, Tommy? Kloothond. Maar dan koop ik er nog een. Het is je boy Albert. Ten eerste is het Alberto. En ten tweede... Albert. Klo, vuile tyfushond. Maar jij bent wel een goede centerback, of... Can't touch this. Hey, Johan. Ik zet hem uit als je het niet erg vindt. Parkie zo'n vingertje erbij. Nee, ik wil mijn team helemaal opvullen met bronzen Nederlanders. Dus ik vul ook mijn linksbackpositie met Lewa Cabessi. Hij ziet eruit als 50 of zo, maar hij is pas 35. Of had ook 60 kunnen zijn. 70, had ook best gekund. En dan vul ik ook mijn linksmidpositie nog op met Giuliano Jenner. Echt een hele goede linksbuiten. Ze jumpen het potje in tegen deze bronzen makkers. En mijn stem is naar de kloten. Klo, vuile tyfushond. Maar MNES is niet naar de kloten. Wat ziet hem gaan hier ook met die bungelhaartjes. Gaat naar binnen. Wordt afgestopt. Ja, daar is Klaasie aan de bal en die tikt hem af. Score is echt moeilijk hoor. Dat ga je hier nog maar zien. Fantastische voorzet van Klaasie. Keeper tikt hem weg. En deze kan je niet missen. Deze kun je helemaal niet missen. Huh? Oké, dan is hier Luc de Jong. En Luc de Jong is zo'n goede spits. Maar schiet hem vervolgens zo kut. Klootzak. En hier is zoveel ruimte voor Julian Jenner. Die kan je niet missen, Julian. Wat is dit voor rare actie? Je pakt hem met je handen. En nog doorrollen ook. Julian. Ik wil wat zeggen tegen de mensen thuis. En, Nou, wat is het dan? Hierbij wil ik graag mijn excuus aanbieden, want dit hoort niet in het voetbal. En, nee, je flikkert toch niet op je bek bij een 1-op-1 kans? Ik heb net mijn ploegmaat heb ik mijn excuus aangeboden. Ja, dat vind ik wel terecht. Hierbij wil ik graag alle voetbalfans en mijn excuses aanbieden. Ja, hij begint echt zo wat te janken. Ik wil mijn excuses aanbieden aan degene die het slachtoffer was van mijn... rare actie. Ja, ik was het slachtoffer, dus dankjewel. En ik zal beloven dat het in de toekomst niet meer voorkomt. Nou, anders word je gelijk gediscard, joh, idioot. Namens iedereen die van voetbal uit. Sorry. Moeten we de tissues voor de dag halen? Ja, het is gewoon leuk dat het zo zit. Nou, ondertussen stond Julian jankend onder de douche, maar we gingen gewoon door met aanvallen. En dan weet je dat hij uiteindelijk toch gaat vallen, want dit is een fantastisch goaltje van Luc de Jong. En binnen 2 seconden is die geracequit. Bam, dat is altijd zo lekker, want je punten komen erbij, je coins komen erbij. De volgende potje speel je alweer in. Meteen bam bam. Meteen bam bam, wat een tempo. Het team is niet al te best, dus dan maken we dankbaar gebruik van. Maar nu zitten we erin met MNES. Bam bam. Maar zoals ik eerder al heb gezegd, die penalties zijn zo misselijk simpel gegeven. Hij schiet zijn penalty heel zacht om te suggereren dat hij in het midden gaat schieten, maar dat trap ik niet in. En ik hou die pingel. Zo, ook
ben slim gek. Hey, abonneer op me nu, ben slim. Nou, dan straf ik het eigenlijk gelijk af, want hier is een voorzet op het koppie van Berghuis. Hij maakt dan 2-1. Maar ik maak 4. En uiteindelijk ga ik ook de 4-1 maken met Luc de Jong. Hij is goed op FIFA, ik zweer het je. Ook in het echt, totdat hij... Hij maakt nog wel de 4-2. Echt niet misselijk, Kelle. Waarom hou je die niet? Je bent wel lekker, dus... Als je een meisje bent, moet je nu gewoon een thumbs up doen. Nog steeds niet gedaan? Nee, het moet gewoon nu. Die blik voor hem ga je echt niet langer volhouden, hoor. Zelfs jongens hebben nu geliked om Kelle. Echt heel mooi. Ik kijk dit met plezier. Met plezier. Ik met mijn tuinhandschoenen aan. Ja, die vind ik legit echt geniaal. Er is niks mis met tuinhandschoenen. Met plezier. Matty, wat ben jij een Mogol? Kagawa is geen Chinees, maar Japanees. Japanees. Kijk, weet je wat het is? Al die haters. Negeer ik. Het gaat om de mensen die je supporten. En voor die mensen die je serieus benaderen, doe je het. En niet voor die mafkezen die je lastig vallen met prietpraat. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is like. En tot morgen. Nou, volgende week. Ik zet hem uit als je het niet erg vindt. Oké. Wacht even hoor. Goed. Shit. Goed gedaan.